Hey, en leuk dat je kijkt naar weer een gloednieuwe vlog van mij. Hierop is Ultrex, de enige echte natuurlijk. Nou, het is zaterdag vandaag en we gaan twee kermissen vanavond doen. De eerste is in Den Haag en de tweede is in Brielen. Ik zeg er vast erbij, aankomende week dus weer twee kermisvlogs op mijn kanaal. En ja... Alsof dat dan niet alles is. We gaan ook nog naar de Efteling volgende week. Volgende week dus ook een Efteling vlog op mijn kanaal. Dat zal denk ik die week toch opwezen. Dus weer genoeg dingen te doen. Ik ga me zo opmaken voor lekker naar de kermis te gaan. Ik heb lekker mijn haar weer lekker geschoren. Het is weer lekker kort en we gaan weer lekker knallen. Kevin zal er niet bij wezen, maar we gaan met Ger, Ricardo en we gaan met Joost gaan we. En dan gaan we weer twee kermissen doen. En dan is het alweer de derde kermis dit jaar. Hebben we dit jaar alweer drie kermissen gedaan. Het gaat hard. Gaan we een record verbreken? Ik ga het wel proberen. Ik ga dit jaar proberen om die kermissen meer te gaan doen en meer kermissen dus te gaan doen als vorig jaar. Vorig jaar hebben we er 23 gedaan, 23 kermissen. En dit jaar gaan we, wat zullen we proberen? Nou, in ieder geval boven de 25 wil ik gaan eindigen. Dus we hebben nog een hele hoop kermissen te doen. Natuurlijk is het kermisseizoen nog niet begonnen. Het is nog koud, maar... over een paar maanden dan gaat het echt weer beginnen. Het kermisseizoen met alle grote kermissen. Ik verwacht niet echt dat deze twee kermissen groot zijn. Brielen is dan wel iets groter. Maar die in Den Haag, ik denk dat dat een kleinere kermis is. Maar we gaan in ieder geval het wel zien. Hou het dus erg in. Aanstaande maandag en aanstaande woensdag een première op It's Ultrex, een kermislog in première. Twee kermissen dus, een maandag en woensdag. Dus stay tuned, blijf het kanaal in de gaten houden. Want er komen dus weer twee kermisvideo's aan. En binnenkort, aankomende week gaan we die als het goed is opnemen. Weer een Efteling vlog. Dus genoeg weer in het vat gelukkig. Dus de laatste paar maanden echt een beetje stil geweest. En ik denk dat ik, morgen ga ik ook niet echt vloggen. Ik wil morgen even een rustig dagje hebben, want maandag moet ik weer werken. Maar in ieder geval komen er weer een beetje grotere vlogs aan, want het is de afgelopen maanden heel erg stil geweest op mijn kanaal. Natuurlijk gaan we ook weer GTA 5 gaan we spelen. En ik heb er gewoon weer zin in. Laten we er weer een leuke... livestream ervan maken binnenkort. Ik denk dat dat zondagavond is dat ik wel weer even een keertje live ga op GTA 5. Moet ik even Rob en Peter natuurlijk even lief aankijken. Maar de kijkers vallen nog een beetje tegen. Het is een beetje stilgevallen de laatste tijd met de kijkers in de GTA livestream. Maar het gaat best wel weer goed komen. Binnenkort dan, als we de kermis doen, dan zal het wel weer iets minder zijn met de livestreams. Maar het is voorlopig nog koud. Dus ga ik niet echt heel erg veel de deur uit. Het is de kermissen vind ik wel leuk om te doen. En de Efteling natuurlijk is wel heel erg leuk om te doen. Maar voor de rest, ik weet ook niet echt meer wat ik moet filmen. We zijn al op zoveel plekken zijn we geweest. Dus, maar het gaat in ieder geval wel goed komen. Hou het kanaal dus in de gaten. Twee premières binnenkort. Aanstaande maandag om te beginnen. En dan volgt woensdag volgt de tweede kermis. Dus hou het kanaal in de gaten. Jongens, bedankt voor het kijken. Abonneer op mijn kanaal. Druk op belletje. Dan worden jullie op de hoogte gehouden. Doe een duimpje omhoog voor alle video's. Abonneer even, belletje indrukken. En ik spreek jullie allemaal. Groetjes van deze kant. En de volgende twee vlogs dus. Kermisvlogs. Groetjes en tot de volgende. Bye bye. Hoi.